vrienden en Feyenoord Ajax zit aan de gang. En ik zit in een restaurant hier in Zwijndrecht. En ja, kijk hier, zie hem zitten. En jullie denken, waarom zit jij niet naar Feyenoord Ajax of naar Ajax Feyenoord te kijken? Ja, vrienden. Omdat, en dat komt hierdoor, ja. Zij zeggen, we gaan gewoon vandaag even lekker weg. Dat is onze Bas. Kijk, en, jij, en wie is voor wie hier? Jij bent voor? Ajax. Dit is Ajax en wat hebben we hier? Hallo. Ook Ajax. Ajax. Kijk, in dit restaurant en die tussen, ja, die jongens moeten nu gewoon doorwerken. Ja, ja. Ik moet verder nu. Hij moet gewoon doorwerken. Maar hij is voor Ajax en de rest zit. En wie zijn er voor Feyenoord dan bij jou? Heel de keuken. En de hele keuken is voor Feyenoord, kan je je voorstellen? Ja, ik niet. Nee. En het staat nu, wat staat het nu? Nee. Het is 1-1, vrienden. Dus we houden jullie op de hoogte hier in het restaurant. Want het wordt nog spannend. Ja, want. Harry, ik ga even verder. En voor wie ben jij? Ajax. Hij is voor Ajax, vrienden, mooi, deze man. Nederland. Hij is ook voor Ajax. En daar hebben we er nog één. Kom even hier. Ja, hier komt die. En voor wie ben jij dan? Ook Ajax. Ook Ajax. Moet je nagaan. En dit is Zwijndrecht, vrienden. Dit is onder de rook van Rotterdam. En dat zijn allemaal Ajax-zieden. Je moet weten wat voetbal is en dat is Ajax. Ja, je moet weten wat voetbal is, zeg je, hoor je hem. Het is toch heel bijzonder. Ik heb nog nooit van mijn leven, vrienden, heb ik een Ajax-Feyenoord, heb ik niet op tv gezien. Of erbij geweest of wat dan ook. En nu zit ik hier, ja, hier met Jut. In een restaurant, ja, en voor mij is dat ook helemaal apart om het op die manier te volgen. Ja, we hebben weer een nieuwe tussenstand. Hier, daar komt hij aan. 1-2. Het is 1-2 geworden, ja. Om te huilen. Om te huilen. Ja. Zie je die hele, oh god. Zie je die hele keuken voor je? Dat is allemaal Feyenoord. Misschien ga ik ze straks nog even zien. We gaan even de keuken in, want hier zitten de Feyenoorders. Hier, let op. Komt u maar. Kijk met me mee. Hier is allemaal. Kijk, want de bediening is Ajax. Kijk, en hier hebben we Feyenoord. Is dit Feyenoord? Maar natuurlijk. Oh, zeg het nog eens. Tuurlijk, dit is Feyenoord. Kijk hier. En de radio staat aan hier. Het harde kern. Kijk, oh ho. Harde kern. Hey, harde kern. Fijn hoor. Ik ga het even ophangen. Ja, ga het even ophangen. Ga dan verder kijken. Ja. En dan gaan we gewoon winnen. Kijk, ben jij Feyenoord of niet? Jazeker. En wie heb je aan de telefoon? Mijn zoontje. Mijn zoon, ook Feyenoord. Ja, natuurlijk. Ook ook. En Feyenoord staat voor. Ja, sowieso. Feyenoord staat voor met 2-1. Dus die zijn hier helemaal, die gaan helemaal door de gangpaden hier in de keuken. Nou, is dat even leuk zeg. Ja. Ik zit nu even te kijken, hè? Hier, kijk hier. Ik zit even te kijken. Ja. Maar nog even. Een kopje koffie hier. Ja, het is nog steeds wel even Feyenoord. Ongelooflijk, hè? Ja, jullie in Rotterdam. Jullie denken ook, hoe is het mogelijk? Ja, en ik ook. Geweldig. Ja, dus ik ga nog even. Ja, dat is een blessure nu, geloof ik. Maar ik ga nog even koffie drinken. En dan ga ik zo de auto in. Ja, het is toch een hele speciale manier. Om Ajax Feyenoord te beleven, niet dan? Nou, en dan ga ik waarschijnlijk in de auto naar Rijnmond luisteren. Deurtje dicht. Hoor je het? 2-2. Net op de radio hier. Op Radio Rijnmond. 2-2. Moeizaam aan de zin. Ja, wat een spanning ook, hè? Ja, ik weet niet hoe lang het nog te gaan is, maar... Ja, 2-2. Is het 3? Wordt het 3-2 voor Ajax? Wordt het 3-2 voor Feyenoord? Het is toch voor mij... Ik heb dit nog nooit meegemaakt. Op deze manier. De klassieker meemaken. Het is veel spannender eigenlijk dan op tv kijken. Of in het stadion. Nou ja, goed. Ik blijf Rijnmond volgen nu. We rijden nu terug naar het hotel. Nou goed, ik zie het allemaal wel. Vrienden, 3-2. 3-2 voor Ajax. Feyenoord geeft het gewoon weg. In de tweede helft. Zijn niet meer oppermachtig. We houden de bal niet in de ploeg. Doen we het allemaal maar op. Ja, en dan hup. Ja. Nou, en dat is het dan. Ja, en dan verliezen ze toch nog die klassieker. En of dat terecht is, ik ben bang van niet zo op afstand. Want zoals ik het nu heb meegemaakt, denk ik van niet. Want ja, want die slot. Ja, die slot, hoe dan ook. Ook al verliezen ze nu. Ik zou zeggen, een standbeeld is niet genoeg voor die Arne Slot. Noem die Erasmusbrug naar hem. En vanaf nu heet dat gewoon... De Slotbrug! Ja, deze... Dag!